V75 op zondag met ook de Elite Lob. Eerste onderdeel, groot favoriet de 3, Global Unpoco. Natuurlijk terecht de favoriet. Maar 2- en 3-jarige paarden bank ik niet. Het is een 3-jarige koers. De 2, Last Robin Hood, zag het laatste keer heel goed uit. De 1, Vertigo Spin, lijkt er goed uit te zien. Dus 3, 2, 1, de eerste paarden. Daarachter wellicht het beste paard, Hotshot Luca. Maar de 8 heeft een heel slecht nummer over de sprint. Tweede onderdeel, favoriet. En ook terecht de 10, Balfour. Klopte de laatste keer chauffeur die 40 meter moest geven. Maar ging daar als de brandweer. Dus terecht de eerste paard van de koers. Daarachter, ik denk toch het eerste band. Grote verrassing kan zijn Sam's Rebier de 4, nu met de takter. Vindt de afstand ook heel prettig, 2600 meter. Dus die kan heel interessant zijn. En natuurlijk ook de 7 Ponch de Leon. Die ook op Feio over 3 kilometer wist te winnen. Dus dat zijn wel de eerste 3 paarden. Derde onderdeel, 2 paarden mee, Delicious US en Bold Eagle. En ik denk ook dat deze 2 paarden in die finale gaan strijden voor de overwinning. Het vierde onderdeel, die is heel open. Nuncio, uiteraard weer favoriet, maar heeft er dusdanig matig uitgezien de laatste tijd dat het bijna niet zo kan zijn dat hij nu zomaar deze koers gaat winnen. En dan zou het uit het doorspoor moeten. Up and Quick, de 1 in topvorm gekomen. Propulsion, de 3 natuurlijk, supervorm. Alhoewel de laatste keer wat bleekjes uitzag. Timoko, altijd gevaarlijk. En we dachten van Dante Boko, die de laatste keer uit het doorspoor op Eurebro een geweldige koers liep. En gisteren in de Zweden Cup hebben gezien dat het best ook van achteraf kan komen. Zeker voor de plaatsen. Dus interessant. Vijfde onderdeel, Odin Tabak de 3 favoriet. En terecht denk ik. Geweldige lopen naar rust. En op 1600 meter is hij prima. Polara de 6, interessante deelnemer uit Finland die daar de laatste keer heel sterk won. En natuurlijk hebben we ook de Moonprins en AEM. Maar die is niet helemaal gelukkig met dit met de afstand. Dus 3, 6 en dan de 5. Zesde onderdeel. Er wordt veel gesproken over de 3 non-stick dat hij dit zou moeten winnen. Wordt dan mee een mogelijke banker. Ook over de afstand. Maar de 2 Unique Juni is een heel goed paard met een goed startnummer. Sahara Goy de 10 uur met Koep. De 8 Ginny Weasley. Laat ik eens sprong in de laatste bocht weg. Rijdersvrouwtje van Eriksson. Staat nummer 8 is natuurlijk wel heel slecht. Mijn paard is heel goed. Zevende onderdeel dan, ook hier gesproken over de 4 Jimmy William als zijnde een banker in Zweden. Nou, is natuurlijk mogelijk. Kennelijk wordt deze nu al klaargesteld voor volgend jaar, voor de Elite Lob. Dus een mogelijke banker. Daarachter Reyes Feest de 3, natuurlijk geweldige koersen gelopen. De 7 Diamanten. Laatste keer ook geweldig. Milligan School, de 6, ja, het kan. En voor de verrassing, Gandhi Boko, die 10, die beter is dan ze resultaten doen uitzien. Hij heeft een enorm eindschot in de benen en een, ja, met overpace zou het kunnen, maar een mogelijke banker, de 4, Jimmy William. Zo, veel plezier vandaag met de koersen op Solvalla met de Elite Lob. En we zien elkaar volgende week. Hoi.